Ze zijn weer binnen. De Kuikse avondvierdaagse 2022. U ziet het. Zo ruim 1000 mensen hebben meegedaan. Ze begonnen heel zonnig. Vandaag af en toe met een buitje. Maar dat mag volgens mij de pret niet drukken. Want ik zie alleen maar lachende gezichten. We gaan eens even kijken hoe iedereen het beleefd heeft. Hoe ze gelopen hebben. En hoe ze afsluiten in onze schouwburg. Lekker gelopen? Ja. Hoeveel kilometer? 2,5. En wat goed. En ben je moe nu? Ja. Oh, lekker medaille halen en dan uitrusten. Ja. Oké, okay, dag. Doei. Van tevoren. Mama moet even. Heb je iemand te wachten? Jazeker, op onze kleinkinderen. Hoeveel? Twee. Twee stuks, twee meisjes. En welke afstand lopen ze? 5 kilometer, denk ik. Ja, ja, 5 kilometer. Ja, ja, dus ze gaan bijna komen, denkt u? Ik denk het wel. Dat hopen we. Zouden rond 7 uur, kwart over 7 zouden ze hier arriveren. Dus. Ja, ja, precies. En ik neem aan dat hier de finish is. Ja, ik neem aan van wel, hè, met die ballonnen. Ja, dat denk ik ook wel, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Nou. Ja. Goed kijken, hè, dat ze niet voorbij rennen. Nee. He? Ja, succes ermee. Dank je wel. Wat vragen? Ja. Van mijn... Hoe gaat het? Goed. Heb je lekker gelopen? In de regen maakt me helemaal niks uit als morgen bij familie altijd bij elkaar zijn. Ja, je bent niet weggesmolten, toch? Ik ben geen van watjes. Nee, precies. Nou, hop, die medaille halen. Vragen. Ja. Heeft u lekker gewandeld? Ja. Kom maar wandelen door. Ik heb het voor de vijfde keer gedaan. En vandaag was het vies weer, maar dat was wel de hele week lekker weer, ja, om te wandelen. En hoeveel kilometer heeft u gelopen? 5. 5 kilometer? Nou. Dus dat is 20 bij elkaar, nou, deze week al. Nou. Heerlijk. Nou. En nu de medaille en dan naar de kermis? Dat denk ik morgen of andere keer. Oh, okay. Droge kleren aan doen, dat is nat. Oh ja, dat is ook wel handig. Ja. Nou, goed gedaan, dank u wel.
jaar mocht u? Ik mocht 5 kilometer met deze jonge dame. 5 kilometer met deze jonge dame? Ja, zeker. Maar deze jonge dame heeft vele kortere benen dan u. Ja. Heb je lekker gewandeld? Heel lekker. Ja? Ja. En nu naar de kermis? Eerst naar de Schouwburg. Eerst naar de Schouwburg, dan naar de kermis? Ja. Goed zo, veel plezier. Dank je wel. U ook, meneer. Dank je wel. En hoe heet je ook alweer? Elin. En aan wie ga je de groeten doen? Papa. Goed zo. Nou, veel plezier nog vandaag, hè? Ja. Heb jij nog leuke dingen gezien onderweg? Ja. Ja, wat dan? Ik heb een mooie huisje gezien. Ja. En er waren ook mensen die wat ze... Nee, die waren gewoon wat... ik weet niet hoe ze dat heet, maar die waren... wat dingetjes aan het weggeven, eten of drinken, zodat mensen die niks bij hebben, die kunnen dan gewoon wat eten of drinken daar. Oh, dan kreeg je gewoon onderweg iets zo van mensen? Ja, ik heb een appel gegeten daar en een paar mensen verkochten ook snoep. Oh, lekker! En ik heb ook een leuke medaille gekregen. Oh, heb je al voor de tweede keer gelopen? Ja. Super gedaan dan, hè? En volgend jaar weer? Ja. Groet aan tante Elfie. Ik doe de groet aan tante Elfie. Als je dan eenmaal in de Schouwburg bent, dan weet je, ik heb het volbracht. 4 dagen wandelen in Kuik en directe omgeving. En dan hier nog even een fotomomentje. En dan zit het er weer op. Op naar volgend jaar voor de Kuikse avondvierdaagse. Dag! De avondvierdaagse is weer ten einde. Ja, Arjan. Het is weer drukte van je welste met de medailleuitreiking. Het slot van 4 prachtige wandeldagen. Ja, de medailleuitreiking, traditie, getrouw in Schouwburg-Kuik. Ja, het is al een x-aantal jaar dat we het hier doen. Dank je. Dat we hier de medailleuitreiking doen. En we blijven het zoveel mogelijk doen. En dan kunnen ze nadat ze de medaille hebben nog een leuk fotomomentje. Want ze hebben een mooi wandje staan. Ja, dat is altijd leuk, en herinnering nog? Ja, herinneringen zijn er niet om te maken. Voor later, dan moet je het ook gewoon doen. Nou wel dan. Hoe kijk je terug op deze avond, vierdaagse? Zeer geslaagd, mag ik wel zeggen. Wij hoopten in ieder geval, ondanks de 2 coronajaren dat wij de 1000 zouden halen, hebben wij gehaald. We hebben 1024 deelnemers over de 4 verschillende afstanden. En daar zijn we zeer tevreden mee. En het weer heeft tot net voor de start van de laatste dag eigenlijk ook tot meegewerkt. Nou, ik heb gezien, er is niemand weggesmolten. Dus dat is ook goed gekomen. Zijn er veel uitvallers geweest nog? Uitvallers houden wij niet echt heel erg strikt bij. Ik weet wel dat er 1 iemand van de 15 die is donderdagochtend een beetje ziek geworden. En die heeft ons laten weten dat hij... voor dit jaar helaas ermee stopt en volgend jaar weer gaat proberen. Nou, die wensen we dan beterschap en alle andere 1024 hebben het volbracht.
ja, de rest heeft het zover ik weet volbracht. En ja, ik wil eigenlijk ook nog vooral eigenlijk al onze vrijwilligers, verkeersbrigadiers, eigenlijk bij deze bedanken. Dat ze eigenlijk meegeholpen hebben om weer de avondvierdaagse weer tot een fantastisch evenement te maken. En we hopen dat ze volgend jaar weer allemaal meedoen. Ja, zowel de wandelaars als de vrijwilligers. Ik hoop dat ik jullie ook weer tegenkom. Wie weet. Dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan. En jullie dank voor een mooie impressie van dit.